Dag meester, hoe heet u? Ik ben meester Hans. Ik werk in de. Hoe oud bent u? Ik ben 34 jaar. Wist je dat niet? Dat is heel grappig. Vind je dat leuk om hier op school, om daar hier les te geven? Ja, dat is superleuk. Ik vind het leuk dat elke dag andere kinderen zijn, maar ik vind het ook heel leuk dat sommige kinderen een beetje langer hier zijn, want dan ken ik ze wel beter. Mag ik met jou een interview doen? Graag, ik dacht dat we al begonnen waren. Ja, we zijn ook begonnen. Wat is het verschil tussen een gewone school en een ziekenhuisschool? Wel, het verschil is een gewone school, daar heb je kinderen die komen 's morgens naar de school, die krijgen les in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. En na de les gaan ze naar de speelplaats, gaan ze spelen. Daarna komen ze terug naar de klas, krijgen ze terug les. Daarna gaan ze eten, daarna gaan ze misschien sporten of turnen. En daarna komen ze terug naar de klas en op een gegeven moment gaan ze naar huis. En in het ziekenhuis, daar zijn eigenlijk de kinderen, die zijn er al. En 's morgens komt de meester en ik krijg een lijst. Alle namen van alle kinderen erop. En dan weet ik van, Marie, die is er. Jij bent er ook, Stef. Welkom, Stef. En dan weet ik, Stef ligt op kamer 819. En dan ga ik naar 819. En dan vertel ik, goeiemorgen, Stef. Ken je, wist je dat hier een school was? En dan vertel ik hoe dat werkt. En dus die kinderen die krijgen hier elke dag minstens 1 uurtje les. Okay. En als ze geluk hebben, als ze weinig kinderen zijn, dan heb ik al meer tijd. En dan kunnen het ook 2 uur zijn of 3 uur. Of soms we zijn we al bijna 4 uur bezig. We hebben ook geen speeltijden hier. Want na het lesuurtje, dan is het gedaan eigenlijk. Is de les gedaan. En dan kunnen de kinderen terug naar de kamer gaan. Moet je evenveel studeren als je les geeft in een gewone school dan in een ziekenhuisschool? Ik heb een gewoon diploma voor meester, voor leerkracht. Zelfde als jouw meester ingevuld. Maar ik heb ook nog een tweede diploma voor het buitengewoon onderwijs. Dat wilde eigenlijk zeggen dat ik ook geleerd heb hoe kan ik ook lesgeven aan kinderen die een beetje andere hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen die tijdens de les ineens naar een onderzoek moet. En de dokter komt zoals halen. Ik daarnet. Zoals jij daarnet. Dan moest jij naar een echo. En dan moet ik mijn les stoppen. En dat zou moeilijk gaan in een gewone klas, want dat zou nogal storen. 20 kinderen die er zitten en ineens gaat er iemand weg en er komt nog iemand bij en iemand is nog zijn boterham aan het opeten en iemand moet even nog iets anders doen op de kamer en komt erna terug. Ik geef ook les aan kinderen die gehandicapt zijn. Of die sommige dingen mijn echt mama, niet goed kunnen. Mijn mama, die werkt in een gehandicapt school. En die kinderen kunnen ook ziek worden natuurlijk. Dus ik heb ook geleerd hoe je kan lesgeven aan kinderen die een beetje meer hulp minder nodig valide. Hebben. Kinderen die in een rolstoel zitten, kinderen die bijvoorbeeld niet zo goed kunnen schrijven. Ik heb hier een kindje gehad, die kon geen potlood vasthouden. Dus dan hebben wij toch ook geschilderd en getekend. Je hebt dat wel gezien, hè? Hoe dat ging. Dus daar heb ik wel een extra studie. Vinden kinderen het leuk om naar het ziekenhuis te gaan? Ik ga dat al eens aan naar het ziekenhuis gaan, vinden ze niet leuk. En naar de ziekenhuisschool? Wel, ik heb elk jaar ongeveer 300 kinderen. En ik geef alleen les in de lagere school. Dus er zijn ook nog kleutertjes. En van die 300 kinderen zijn er elk jaar 1 of 2 kinderen die zeggen: oh nee, ik heb echt geen zin om naar de klas te komen. Echt geen zin om iets. Dus die andere 298 kinderen, die vinden dat eigenlijk allemaal leuk. En ik zal eens vragen, hier zitten 3 kinderen in de klas. Ik ga eens vragen aan die 3 kinderen, nee, je moet ze niet filmen. Ik ga het gewoon vragen of dat zij het leuk vinden om naar de klas te komen. Vinden ze dat leuker om op hun kamer de hele dag te zitten? Vind jij het leuker om af en toe naar de klas te komen? Dat valt. Ja. En jij vindt dat ook wel leuk om naar de klas te komen? Kunnen jullie vertellen wat je dan leuk vindt? Gewoon omdat het ook wat gezelliger is dan in een gewone klas. En, ik vind school wel leuk.
kan ik terug mijn les ook volgen, die juiste. Ja, en je zei ook even met je handen bezig. Dan maar, oh, ik lig in het ziekenhuis en ik heb een vervelend darm in mijn neus, of ik heb zo een infuus in mijn arm zitten, of ik heb pijn in mijn borst, of pijn in mijn steen. Vind je het leuk om naar de klas te komen? Ja. Of zou je even hoe heel de dag hebben gebed willen doen? Nee, ik wil ook iets doen. Ik wil actief zijn. Laten we niet in bed liggen. Als je heel moe bent, of kinderen voelen zich ook heel moe, zijn ook echt heel ziek, hebben veel koorts. Ik denk dat jullie alle drie wel eens heel ziek zijn geweest. Dan heb je ook wel eens gekregen. Dan in de kamer. Dan ben ik naar je kamer gekomen. En dan mag je gewoon op je bed blijven liggen. Heb ik gewoon een verhaal. Luisteren. Een beetje muziek. Dus dat is ook een beetje lesgeven. Ja? Daar leer je ook van luisteren of daar leer je ook van te genieten. Krijgen de kinderen in het weekend ook les? Nee, de kinderen krijgen les van maandag tot vrijdag. En ook de schoolvakanties, die zijn hier ook schoolvakantie. Dus de kinderen, helaas, zitten dan een weekje zonder les. Of in de kerstvakantie 2 weken zonder les. Sommige kinderen vinden dat leuk om even niet naar de les te doen. Wordt er bij de leeftijden boven de 50 ook les gegeven? Nee, niet door mij. Wij geven les, de ziekenhuisschool geeft les aan kinderen vanaf 2,5 jaar totdat ze eigenlijk klaar zijn met school, tot ongeveer 18 jaar. Sommige kinderen zijn iets vroeger klaar, sommige kinderen iets later. Maar we geven dus les aan de kleutertjes. Kinderen aan de lagere school en aan de kinderen aan de middelbare school. Mag je? Ja. Dus hoger gaan jullie bijvoorbeeld in de hogeschool, maar dan zitten we nog wel in het. Ja, wij geven geen les aan de studenten van de hogeschool, toch niet zo elke dag. Wij krijgen wel af en toe stagiaires, die studeren aan de hogeschool, die studeren voor leerkrachten of voor het buitengewoon onderwijs. Juf Kirsten is zo'n juf. Zij is al juf, zij is een leerkracht, maar zij wil nog een extra studie doen voor ook in het buitengewoon onderwijs te kunnen werken. En ze komt hier leren hoe ze in een ziekenhuis zou kunnen werken. Dus ik geef haar ook een beetje les hoe ze dat kan doen. Dus ik geef eigenlijk ook wel les aan de volwassenen. Klein beetje. Mag je van hier naar school skypen om les te volgen? Dat mag zeker, ja. De kinderen die hier langer blijven dan week, dan gaan we proberen om met Skype, door middel van het internet en door middel van een videocamera, te bellen naar de school. En dan kunnen ze eerst eens alle vrienden zien. Sommige kinderen doen dat elke dag. Sommige kinderen doen dat één keer per week. En ik denk wel, jullie hebben dat allebei. Vinden jullie dat leuk? Om te skypen met de klas? Ja. Waarom vind je dat leuk? Ja, ik heb dan terug in klas zien en ze is iedereen. Die zie je dan en die snappen. Die vinden dat ook leuk om je terug te zien. Heb je het gevoel dat je een beetje bijhoort bij je klas? Als je Skype? Ja, en hoe komt dat? Dat je ziet terug in klas en ook iedereen geeft dan ook om je, omdat je dan daar zit. En dan weet je ook aan je, ze denken ook aan mij, daar in de klas, dus ik hoor het bij. Je kan ook dingen in de klas zien. Ah, daar hangt nog een tekening van mij, of ah, dat heb ik toen gemaakt. Ja. Of ah, wat heb ik, welk nieuw woord hebben jullie geleerd? Ah, dat staat daar toch. Soms kan je ook lessen volgen via Skype. Jij hebt het al gedaan. Dat is ook leuk, hè? Dan krijg je werkplaatjes doorgestuurd van het ziekenhuis. En dan kan zij achter de computer meevolgen. Zitten de twee kinderen aan de computer in een groep. 3 kinderen. Dus ja, zo kan je opletten. Er bestaat ook nog iets als bednet. Hebben jullie daar al van gehoord? Nee. Dat is eigenlijk hetzelfde lesvolgen via een computer. Maar dat gaat een beetje beter. Daar staat een grote computer in de klas. Met een printer erbij, een scanner. En dan heb je thuis ook een computer. En als je een vraag hebt aan de juf, dan kan je ook inzoomen. Kan je naar het bord inzoomen. En dan wordt de camera geopend. Hoe lees het? Je kan ook de kamer bewegen, dat je kan kijken, ah, oh, wie zit er rechts aan, ah, wie zit er naar boven, ah, die juf staat links, dan kan je een beetje draaien. En we worden even onderbroken door de klant, kom maar binnen. Ik
zal het even... Eten de kinderen hier op school? Wel, op school niet altijd. Heel soms gebeurt het dat een kindje niet alleen op de kamer wil eten, omdat er mama of papa er niet bij is. En dan vraagt hij naar mij, ik zit de klas met focus op één. Ja? Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat we hier doen. Sommige kinderen die drinken even een sapje op, of die eten hier een appelsen, of ze hebben nog één broken en dat duurt wel lang. En dan werken ze ondertussen in hun schrift en eten ze broken op. Want ze hebben hier niet zo heel veel tijd, die zijn niet zo afgesproken, van dan heb je les. Dus soms mogen kinderen pas eten als ze medicijnen op hebben gegeven. En dat duurt wel lang. Ja, soms is dat een beetje lastig om die dikke pillen door te steken. Bedankt dat ik u mocht interviewen. Graag gedaan.